Dankjewel. Mensen die me kennen zullen het misschien niet zeggen, maar ja, ik ben super zenuwachtig. Ik praat normaal heel veel en nu vind ik het opeens heel spannend. Je hoort het misschien ook aan mijn ademhaling, het zit even hoog. Dus ik ga proberen rustig te worden en mijn best doen en jullie mee te nemen in het praatje. Zoals Manuela al zei, ik ben dus projectmanager. Een echte, in hart en nieren. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk alles altijd onder controle wil houden. Dat ik iets organiseer dus heel makkelijk afgaat. En dat ik enorm van lijstjes hou. Dus ja, ik ga niet naar Lowlands zonder paklijst. Ik ben de ceremoniemeester van de vriendengroep. En ja, ik ben eigenlijk altijd op tijd. En wat ik, ja, maar dat weet ook al zei, daar heb ik dus mijn werk van gemaakt, van managen. En al 8 jaar met heel veel liefde en plezier bij Left Level. Maar ik kan me voorstellen dat het focus op het projectmanager of het manager voor velen niet aan de orde is. Want wie is hier allemaal zelfstandig of freelancer? Ja, dus dan moet je het managen van je werk eigenlijk gewoon continu bij doen. In mijn talk probeer ik daarom wat handvatten te geven. En misschien wat tips te geven van ja, wat je toch mee kan nemen als het niet je focus van je dagelijkse bezigheden is. Dat is dus ook een onderwerp. Hoe hou je grip op je project, je opdrachtgever en dus ook het resultaat? Nou, ik probeer alles aan te raken, dus ik kan niet van alles in detail ingaan. Dus het is een, ja, een globaal overzicht van wat projectmanagement allemaal behoudt. Dus daar ga ik het eerste hoofdstuk even bij stilstaan. Daarna neem ik jullie mee in de verschillende fases die eigenlijk de web development project allemaal doorloopt. Je hebt verschillende methodieken die je kan gebruiken en inzetten. Daar sta ik even bij stil. En het is wel leuk om wat valkuilen en succesfactoren bij stil te staan, want dat gaat altijd wel een keer fout. Misschien is het meer voor mezelf. De kop is er ook. Dus, dat heb ik overleefd. En we beginnen bij het begin. Wat is projectmanagement? Projectmanagement is de manier hoe projecten georganiseerd, voorbereid, gepland en uitgevoerd en afgerond gaan worden. Natuurlijk altijd met als doel om een succesvol project op te leveren. Maar om goed te weten wat of succesvol is, is het wel heel fijn om te weten wat de kaders zijn, wat het succes gaat definiëren. En, wat, en die kaders die het project dus eigenlijk kaderen, zijn gedefinieerd op 3 pilaren. Scope, budget en tijd. De scope is eigenlijk van ja, wat gaan we bouwen, wat definieert het project. Budget is hoeveel tijd, of nou hoeveel uur vaak in onze business mogen we erin steken. En tijd, hoe lang mag het duren. Het is super belangrijk om deze 3 pijlers continu in balans te hebben. Want dat zegt iets over de kwaliteit die je erin kan stoppen. Dat zijn ook gelijk de pilaren die altijd gaan bewegen. Of waar vragen over komen door opdrachtgevers. Want kan het niet goedkoper? In het begin van het traject wordt vaak gevraagd van ja, maar waarom moet het dan zoveel kosten? Nou, door het als pilaar te zien en te beseffen, natuurlijk kan het goedkoper. Maar als een pilaar gaat bewegen, betekent ook dat de andere 2 pilaren mee moeten bewegen. Dus als je budget minder moet, dan zeg je ook ja, hartstikke leuk. Maar dan gaan we ook even praten over doorlooptijd en budget. Want anders moeten we input op kwaliteit en dat wil je meestal ook niet. Nou. Of als er wordt gevraagd van oké, ja, maar kan het toch niet iets eerder af, maatje eerder, want we hebben dit een deadline die we moeten halen. Ja, prima, heb je budget erbij, want misschien kunnen we extra resources inhalen of inhuren. Of we gaan wat minder features opleveren, want of we zeggen van nou, ik kan ook dingen gaan afraffelen, maar dat wil de meeste opdrachtgevers willen dat ook niet. Dus die pilaren die komen eigenlijk wat mij betreft altijd door je project komen die terug. En het is ook heel fijn om je opdrachtgever vanaf begin af aan daar bewust van te maken. Van ja, het is niet dat ik zomaar iets roep dat het zoveel tijd kost. Het is gewoon continu met elkaar in balans en daar over in gesprek gaan met je opdrachtgever. Zorgt wat mij betreft ook wel voor heel veel transparantie. Dat je dus kan zeggen, ja, als jij iets meer wil, ja, dan is het logischerwijs dat deze pilaar ook mee moet bewegen. Anders gaat de kwaliteit niet in zin. Want er zijn namelijk altijd factoren gedurende het project die van invloed zijn op die kaders, op je project. Dit zijn die factoren. Ik wil er even per bloemblad bij stilstaan. Want dit zijn de factoren die je als projectmanager hebt of die, of als zelfstandige die je in controle kan houden, want die hebben altijd invloed op je project. Je team. Nou, team
je kan een groot team hebben, maar je kan ook een klein team hebben. Jezelf alleen als team zien, samen met je opdrachtgever. Of hoe groot of klein het dan ook is. Je hebt altijd te maken met een team en een opdracht. Ja, nou, sorry. Het is super belangrijk om te beseffen dat de samenwerking in het team het succes bepaalt. En het klinkt allemaal hartstikke cliché, maar als een team op elkaar ingespeeld is en als je al jaren met elkaar samenwerkt, dan gaat het eigenlijk vlekkeloos. Dan ben je als projectmanager eigenlijk overbodig. Zo zei Paul dat vorige week tegen mij. En dat klopt, dan ben je als projectmanager, hoef je eigenlijk niks te doen en ben je onzichtbaar. Toch is dat niet altijd de realiteit, want je hebt altijd te maken met verschillende momenten, verschillende agenda's, iedereen is druk. Wanneer werk jij eraan, wanneer werkt zij eraan en hoe ga je zorgen dat je dan toch in zin bent. Het is dus als projectmanager of als iemand die zich verantwoordelijk voelt om het project te managen, super belangrijk om werkafspraken onderling te maken. Wanneer verwacht je wat van elkaar, hoeveel tijd stop jij erin, wanneer heb jij tijd voor dat, wanneer komen we bij elkaar en hoe doen we dat. Nou, er zijn super veel tools voor in te zetten, projectmanagement tools. Wij gebruiken bijvoorbeeld Asana, Wiki Update, Slack, om continu met elkaar in gesprek te zijn over die planning en die dynamiek. Dus als projectmanager heb je gewoon echt de knop in handen van hoe ga ik mijn team en mijn collega's faciliteren. De opdrachtgever. Wie werkt hier allemaal voor opdrachtgevers? Nou, in Europe was er een talk van waarom kost een website, of waarom duurt een website die normaal in 5 dagen kan bouwen met voor een opdrachtgever opeens 6 weken. De opdrachtgever krijg je dus gratis bij en eigenlijk is een extra laagje dynamiek en politiek die het project gewoon enorm veel complexer maken dan dat het eigenlijk is, even een website ontwikkelen. De opdrachtgever heeft andere cultuur, een andere manier van werken waar je gewoon wel het beste van moet maken, want je hebt elkaar nodig. De opdrachtgever heeft alle kennis en jij wil zoveel mogelijk kennis en samen moet je het beste mogelijk realiseren. In de ideale wereld heb je de juiste persoon aan tafel om, van de opdrachtgever om het project zeg maar te gaan realiseren. In de praktijk, dat herkennen jullie misschien allemaal, is vaak de beslisser en de projectleider stiekem totaal 2 verschillende personen. Ik raad altijd iedereen aan, of dat probeer ik in mijn projecten, om altijd goed die stakeholders in kaart te brengen van tevoren. Ja, oké, maar wie beslist nou echt? Jij wordt wel naar voren geduwd als projectleider, maar mag jij nog beslissen over die 3 pijlers waar we het in het begin over hadden? Wat nou als ik zeg dat er misschien wel budget bij moet omdat er iets onvoorzien is? Ja, wie heb jij nou weer nodig? Dus daar in het begin even bij stilstaan van wie zijn die stakeholders, wie beslist en wie heb je nodig om dit tot een succes te laten opleveren, is goed om dat in kaart te brengen. En dan hebben we nog externe factoren die je niet altijd van tevoren weet, maar die er zijn altijd wel onvoorziene dingen die je opeens mee te maken krijgt. Je hebt meestal te maken met bijvoorbeeld externe bedrijven die je nodig hebt om een succesvol project op te leveren. Denk aan hostingpartijen, online marketingbureaus waar je iets van nodig hebt. Of hier staat seizoenen. Ja, dus denk je seizoenen. Veranderen van seizoenen of bijvoorbeeld temperatuur of dingen die invloed kunnen hebben dat iets vroeger moet of iets later moet, budgetten moeten op. Nou, er zijn heel veel redenen te bedenken waarom opdrachtgever eigenlijk toch iets anders wil dan dat ze van tevoren zeggen. Dus daarnaar vragen en goed in kaart brengen van waarom wil je 1 januari live? Werk jij op nieuwjaar of waarom moet het zeg maar allemaal voor die tijd afgerond worden? Door daarop door te vragen kom je altijd tot nieuwe inzichten. En waarom ik hier seizoenen bij neer heb gezet, is omdat ik dat nog vers in mijn hoofd had. Maar voor het RIVM hebben wij een keer een website over de processierups mogen maken. Alleen toen was het in het voorjaar opeens extreem lange periode super warm weer. Werd die deadline van die website opeens het allerhaast vervroegd. Want die informatiewebsite van die processierups moest online. Nou, ik had geen idee, ik had er ook nooit naar gevraagd. Van ja, wat kan nou de deadline vervroegen of verlaten? Dus beter te snappen waarom soms iets is, ja, dat helpt wel om ook dat in controle te houden. En dan heb jij als manager nog controle over de methodiek die je gaat inzetten om je project op te delen in fases of om werkafspraken te maken. Er zijn gewoon in onze business gewoon tal van methodieken die je
leven iets makkelijker kunnen maken. En daar kom ik later nog even op terug. Want los van een methodiek doorloopt een project eigenlijk altijd verschillende fases. Op hoofdlijn heb ik hier nu vier uiteengezet, maar eigenlijk gaat het niet zozeer over hoeveel en wat exact de fases is. Het is meer dat je beseft en kan proberen om wat voor methodiek je ook inzet, je project op te delen in fases, omdat het voor jezelf helpt om je project iets kleiner te maken, af te bakenen en ook om beslismomenten bij de opdrachtgever te forceren. Zo zie ik het sales traject echt als iets, een los project eigenlijk, of als een soort van pre-project voordat we aan de slag gaan. En het heeft altijd een concrete offerte als output. Wij zorgen ook vaak dat we een flexibel onderdeel in die offerte hebben, omdat we stiekem nog van tevoren niet altijd alles weten. Daarom doen wij de conceptfase en de verkenningsfase eigenlijk los van de daadwerkelijke realisatie. Want vaak moeten we eigenlijk nog een soort van onderzoeken wat er, hoeveel tijd iets gaat kosten, omdat we simpelweg geen idee hebben hoe uitdagend het gaat zijn. Als we alle vraagtekens weg hebben genomen, dan gaan wij de realisatiefase in. Die delen we vervolgens ook weer op. En daarna gaat een website bij ons altijd in onderhoud en gaan we die verder uitbreiden. Offertetraject. Stiekem duurt hij misschien wel herkenbaar voor iedereen langer dan dat je van tevoren altijd denkt of wil. En zijn er altijd veel meer gesprekken nodig dan je van tevoren denkt of wil, ligt eraan. Maar toch blijken die gesprekken, als ik het als projectmanager bekijk, super waardevol voor uiteindelijk, hoe beter je weet wat je van elkaar verwacht, hoe beter het project ook weer te managen is. Want hoe duidelijker de afspraken en hoe concreter ze zijn, hoe beter ook die pilaren specifiek gemaakt zijn. Dus hier de tijd voor nemen en dan nog maar een meeting en nog maar de meeting. Ook al denk je af en toe, hallo, wanneer gaan we nou een handtekening zetten? Ja, ik zou adviseren, steek er zoveel tijd in dat het nodig is, want stiekem heb je eigenlijk uiteindelijk ook altijd baat. En de verkenningsfase, in Scrum noem je het bijvoorbeeld sprint 0, of het is een periode waar je eigenlijk het concept kan neerzetten, maar ook waarin je bijvoorbeeld prototypes kan opleveren. Wij worden heel vaak gevraagd, hoeveel kost het om te koppelen met X? Nou we hebben nog nooit gekoppeld met X, dus we hebben geen idee. Ik wil toch een prijsje. Zullen we dan een middenweg zoeken? Zullen we zeggen, we gaan eens 10 dagen investeren in de verkenningsfase, gaan we kijken hoe ver we komen tot een MVP. Dus dat soort dingen zitten bij ons in de verkenningsfase. Maar ook, hoe gaan we visueel prototypen uitwerken? Dus hoe vertaal je een look and feel die ze al hebben of een huisstijl? Hoe gaan we dat vertalen naar een verfrissende nieuwe digitale stijl? Dus in onze verkenningsfase gaan we niet alleen maar creatieve sessies doen aan oude hoeren. Met post-its doen we ook. Maar wij, om de klant ook echt on board te houden, zorgen wij altijd dat we voor alles prototypes opleveren. En voor alles ook gewoon iets fysieks overhandigen. Dat wat vervolgens ook desgewenst weer in deze fase getest kan worden met de gebruikers. En dan de realisatiefase. Doordat wij best veel tijd stoppen in de realisatiefase, in de verkenningsfase, is eigenlijk dit een inkoppertje. We weten precies wat we gaan doen en wie het gaat doen. En daardoor kunnen we wel efficiënt deze fase insteken. Alleen we delen wel altijd op. Want bij ons merken er meerdere disciplines aan de daadwerkelijke realisatie. En wanneer welke disciplines aan de slag gaan, dat is sterk afhankelijk van de methodiek die je inzet. Daar kom ik dus straks weer op terug. Maar wij werken alle designs helemaal op maat uit in verschillende stages. En allemaal zorgen we dat die digitaal toegankelijk zijn. Afhankelijk van welke methodiek, maar frontend werkt alles uit in maatwerkblokken. En onze backenders, die zitten echt in een los team en die maken alle maatwerkfunctionaliteiten. Onze DevOps-collega's, onze hosting-collega's zijn ook een onderdeel van het team. Die zorgen altijd dat we van begin af aan in het traject een OTAP-straat hebben, dus een test, acceptatie en productieserver. Zodat we alles wat we doen of willen testen ook direct kunnen opleveren aan opdrachtgever. En dat niet pas aan het einde nog komt. Daarnaast is de opdrachtgever bij ons vaak verantwoordelijk voor de content. Die zien we ook echt als onderdeel van het team. En dat is ook echt een losse discipline van hoe zorgen we dat die content zo snel mogelijk in de site komt. Niet pas op het einde. Of dat nou met de migratie is of dat alles handmatig wordt opgevoerd. En we proberen zoveel mogelijk alles vanaf het begin af aan te testen. Verschillende standaarden.
Denk aan performance, security, toegankelijkheid, et cetera, browser testing. En dan de live release, daar neem ik ook echt een moment voor waarin je zeg maar je project echt gaat overdragen of daar op productieserver zet en dat je heel zorgvuldig alles gaat nalopen. Een lekker cliché, maar een website is nooit af. Dat proberen we ook altijd aan onze opdrachtgevers mee te geven. We zeggen liever, nou, investeer in je eerste release juist iets minder en ga daarna doorontwikkelen. Dus bij ons is als de website live staat, dan wordt die ook echt gewoon een soort van symbolisch overgedragen naar een andere afdeling. Dat is bij ons een supportafdeling, wat jij zegt, ja, nu is die af. Weet je wel, nu is deze fase afgerond en nu gaan we een andere fase in. En dat is dat we gaan onderhouden en naar wens gaan doorontwikkelen. Dat niet iedereen wil doorontwikkelen, maar daar proberen we wel naar te sturen. Want dan pas ga je inzichten krijgen in van, ja, wat werkt, wat werkt niet. En op basis van ja, data die je dan daarna gaat vergaren, kan je echt nog goed fine-tunen. Ik heb nu een paar keer gezegd, er zijn meerdere methodieken die je kan inzetten als projectmanager of als iemand, als projectlid. In onze business zijn er eigenlijk twee stromingen te definiëren. Dat is de agile processen, de agile methodieken waar Scrum misschien het bekendste framework van is. Daarnaast heb je nog heel veel traditionele methodieken, waarvan de waterval, Prince 2 misschien ook bekend, wel een bekende is. Dat is een opeenvolgend proces van disciplines. En dat betekent eigenlijk dat elke fase of elke discipline de output is, de output van elke fase weer de input is voor de volgende. Het is super gekaderd, dat doe je dan, dat doe je dan. En de opdrachtgever moet voor deze fase dit doen en voor dit moet hij dan dat aanleveren. En dat zorgt als, nou ja, als projectmanager lekker overzichtelijk. Voilà. We gaan pas verder als dit is goedgekeurd en dan is het erg lekker gekaderd voor mensen die van lijstjes houden. Maar agile is weer meer, wordt weer meer gestuurd op samenwerking. Dus het voordeel van weer meer agile werken is dat je met al die disciplines niet op elkaar gaat wachten, maar tegelijk in een iteratief proces samen gaat werken. Dus je werkt in een multidisciplinair team, niet per fase, maar je gaat met z'n allen in een cyclus samenwerken en je zorgt dat je in elke cyclus ook daadwerkelijk iets oplevert. Iets oplevert, een werkend product wat getest kan worden en vervolgens weer in diezelfde cyclus verbeterd kan worden. Nou, dus wanneer zet je nou weg of wat heeft onze voorkeur? Dat vind ik nu lastig te zeggen, omdat het sterk afhankelijk is van de vraag en de opdrachtgever. Iteratief werken en in een cyclus en eigenlijk niet zo goed weten wat wanneer gaat gebeuren, dan moet je kunnen, dan moet je elkaar vertrouwen. En dat is eigenlijk meer te gebruiken als het echt een complex product is. Dus je wil weten van, oké, we willen iets onderzoeken of we hebben een idee, we zien kansen in de markt en daar moeten we gewoon iets briljants voor vinden, maar we weten nog niet precies wat. Dan raad ik altijd aan om een meer agile methodiek in te zetten of te scrummen of er zijn ook andere. Maar als je weet van ja, het moet een website worden, zeg zes verschillende type pagina's, zoveel blokken, die en die functionaliteit, we hebben het al 80 keer gedaan. Ja, ga niet scrummen of agile inzetten, want dan heb je heel veel overhead aan die communicatie. Ga dan lekker gewoon van proces tot proces die fases door, want je weet precies hoe het werkt en dan moet je vooral niet moeilijker maken dan dat het is. Maar het kan ook als zelfstandige super interessant zijn om af en toe wel wat vaker eens te kijken van oké, kan ik toch wat meer agile mindset of methodieken verkopen in plaats van exact een prijsje verkopen. Want ja, eigenlijk lopen wij altijd uit de uren, ook al, dat moet ik misschien niet zeggen. ook al doen we zo ons best, het gaat nooit goed. We proberen daar steeds beter grip op en waarom is dat dan en hoe gaat dat dan en nou kan ik nu allemaal goed lullen, maar het is gewoon ontzettend lastig, ik denk dat iedereen dat herkent. Dus wij proberen dus ook steeds vaker agile te verkopen, omdat het gewoon slimmer is. Als we bijna geen idee hebben wat er exact moet gebeuren, dan proberen we zoveel mogelijk agile te verkopen. Want dat is het interessante van agile is dat je niet je deal sluit op scope, dus van ik beloof dat je een werkend X en Y krijgt. Nee, ik beloof dat we met de
briljantste mensen die wij in huis hebben, een team vormen en jou volledig gaan faciliteren om jouw idee concreet een product van te maken. Maar daar moet jij aan meewerken, jij moet ideeën geven en ja, je hebt eigenlijk een heel team van experts voor beschikking om iets te gaan onderzoeken samen. Het is een lastige om te verkopen, het gaat echt over vertrouwen, maar over het algemeen zorgt dit wel voor veel betere kwalitatieve producten. Omdat je zo intensief met je opdrachtgever samenwerkt en echt focust op van, ja, wat moet het voor probleem oplossen of wat wordt het voor innovatief doel wat we willen bereiken met dit product. Dat je echt samen heel erg op, ja, voor dat doel gaat streven en niet zozeer van oké, ik ben frontender en ik wacht totdat de UX'er die designs aanlevert en dan ga ik dat bouwen en door. Dus nou, het is de moeite waard, ook al is het soms wat intensief. Mag dat gesproken? Ja, tuurlijk, ja. Nee, voor de mensen die misschien niet zo ervaren zijn met Scrum zoals ik. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een project en hoe dat er dan ongeveer uitziet met verschillende spelers? Ja, we hebben een app gebouwd voor Nature Today. Die wilde een app waarin heel veel data bij elkaar kwam met heel veel databronnen en die vroegen aan ons, ja, wij willen dat combineren met geolocatie. Wij willen dat iemand naar buiten stapt en op zijn mobieltje een beetje kan klikken en dat ze dan zien, oh, dan zal die vogel wel in die boom zitten. Of, oh, daar komen heel vaak veldmuisjes hier te... verschillende vrijwilligersorganisaties die voeren allemaal in wat voor diertjes ze in de tuin ziet. En nou, ze wilden al die data bij elkaar brengen en dat dan een laag van geolocatie erbij toevoegen en dat dan allemaal in een app. Dat was het. Ja, geen idee, hebben we nog nooit gedaan. Ja, heel veel bronnen, 20 bronnen waar we mee konden koppelen. Ja, dus als je weer teruggaat naar die driehoek, we zaten echt heel erg in het complex. We moesten samen echt gewoon gaan uitzoeken. Oké, ja, we hebben een missie, fantastisch, maar hoe we dat gaan realiseren, weten we niet. Ja, we kunnen heel erg water van gedekt. Dat betekent, oké, we gaan x uur stoppen in concept, dan gaan we dat designen, dan gaan we dat bouwen. Geen idee wat er dan uiteindelijk aan het einde staat. Wij dachten, oké, wat moet het kunnen? Laten we eens beginnen met één databron en zorgen we dat we in één sprint dat een beetje mooi vormgeven, dat je gewoon simpel een view hebt, dat je naar buiten kan stappen, je locatie kan aanzetten, dus dat je maar eens met twee koppelingen begint. En dat er maar één view is, dat je maar in die app alleen dat kan en meer nog niet. En in de volgende sprint zeg je, oké, ja, dit werkt zo goed en dat wordt al gedownload, oh, mensen vinden het dan leuk. Nou, zullen we dan eens nog die andere koppelingen gaan toevoegen, die andere bronnen. Dus je gaat op een hele andere manier werken naar een eindproduct, in plaats van dat je echt het per fase doet. Is dat een beetje... En ja, ik kan wel, misschien moet ik volgende keer een Scrum praatje indienen. Ik heb het bewust een beetje op een vlakke gehouden, want anders kan een uur ouder over Scrum. Maar wat ik net zei, ja, wat voor methodiek je ook inzet, of wat voor soort complex project het ook is, bij ons gaat het altijd wel fout. Dus voor mij is het ook niet zo vaak. Of het een keer fout gaat, nee, er zit altijd gewoon momenten in je project dat je denkt, oeh, die had ik niet voorzien. Of, je kent het allemaal, van ook al denk je het zo goed te kaderen. Ja, er had wel een reden waarom het toch even niet zo lekker loopt. Ik zei net, steek vooral heel veel tijd in je sales traject. Weet je, stop daar je energie, je liefde en je positiviteit in. Maar uit ervaring zit gewoon in de beide. Maar je zit soms heel anders in een sales traject of qua mindset en qua visie aan tafel dan dat je vervolgens als projectmanager doet of je moet echt zelf het werk gaan realiseren. Tuurlijk, in het eerste gesprekje alles kan. Nee, maar het is niet zo moeilijk. Of nee, hebben we al vaker gedaan. Oeh, maar je hebt niet alles doorgevraagd. Je denkt, oeh ja, je missie is logischerwijs iets anders in je salesgesprekken dan dat je vervolgens het 3 maanden later doet. Hier hebben we eigenlijk altijd wel weer te maken. We spotten wel eens, wie heeft dit nou weer gezegd? Of wie heeft dit nou weer beloofd? Dus we proberen soms ook wel met een projectmanager en iemand met, zeggen bewust van oké, zit jij er om die reden aan tafel, dan zit ik er meer met een sceptische blik aan tafel om dit te voorkomen. Maar je kan het meer accepteren dat dit altijd gewoon gebeurt. En natuurlijk zeggen wij, ja, wij maken nooit foutjes. Nou, wij maken altijd foutjes, dus het is ook weer van oké, hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk die foutjes zien, zo snel mogelijk die bugs eruit halen en
dat dan ook weer fixen. Want ja, het is gewoon denk ik heel menselijk dat je, ja, zeker bij grote projecten, dat je gewoon af en toe wel eens een foutje maakt of details uit het oog verliest. En ja, je opdrachtgever krijg je gratis bij. Ook voor veel opdrachtgevers is het ook maar gewoon hun werk. En die lopen met alle liefde hun best om dit zo snel mogelijk tot een succes te maken. Maar je hebt gewoon ook te maken met verschillen vaak in manier van communiceren of cultuur. Ik heb nu weer een opdrachtgever, die heb ik al anderhalve week niks van gehoord. Geen idee waarom. Ja, het is gewoon af en toe heel belangrijk om te investeren in die relatie. Maar je kan er gewoon van uitgaan dat het niet altijd even soepel gaat. Dus voor ons is dat wel een valkuil. Van ja, als je anderhalve week niks hoort, ja, waarom horen we niks? Heeft ze even druk? Het is gewoon super irritant, maar ja, je loopt er wel tegenaan. En nou, in datzelfde project, nou, we zijn al in de verkenningsfase, zitten we nu in. En nou, we hadden alle stakeholders dachten in kaart te hebben, maar opeens komt er nu na een paar weken toch een discussie. Was het doel nou leden werven of was het doel nou leden behoud? Ja, als concepter of UX-designer is dat wel een fundamenteel verschil in doelstelling van waar of wat is nou exact het doel van die site. Dus dat blijkt, nou, blijkt ook dat de juiste product owner misschien niet aan tafel zat in de eerste gesprekken. Want de directeur wil eigenlijk toch wel misschien iets anders. Ja, dat zorgt enorm voor ja, dat je als UX'er denkt, ja, of als, dan ga ik toch eens even anders naar mijn gedane werk kijken. En ik moet eerst het project nog meemaken dat we niet denken, oh, die waren we vergeten. Dat we denken, oh, we hebben het zo goed ook gekend en alle technische uitdagingen in kaart gebracht. Maar er zijn altijd wel onvoorziene werkzaamheden die je tegenkomt. Dus dan kan je beter maar van uitgaan dat je ze tegenkomt dan dat je ze laat, dat je van schrikt. Oh, ja. Nou ja, laatste duidelijk. Nou ja, dat heb ik net al een beetje gezegd, opdrachtgever die dus misschien niet helemaal de mandaat heeft om de juiste beslissingen te maken. Dus ja, als het moeilijk wordt, is het wel heel fijn dat je weet van bij wie moeten we nou zijn om echt de pijnpunten te bespreken. Nou, ik dacht het is leuk om te laten zien, nou, dit is wel heel dramatisch, maar wij doen het niet perfect. Dit is een print screen van ons urenregistratiesysteem. Deze heb ik gemanaged als projectmanager. deze ging mis, heel erg mis. Ik kan de details vertellen, maar de opdrachtgever vroeg vooral, die opdrachtgever wat ik dacht dat een opdrachtgever was, hou het vooral heel simpel. Ik kan één ding vertellen, het is niet simpel geworden. Maar het project staat wel. En ze zijn super blij nog. Heel eerlijk, we hebben water bij de wijn gedaan, dat zie je heel veel. Maar zij hebben ook water bij de wijn gedaan. Dus als je heel erg naar de urenregistratie kijkt, dan denk je, nou, dat is het grootste flopproject die je ooit hebt meegemaakt. Nou, daar zijn we niet helemaal, er zijn meningen over, er verschillende meningen over. Zij zijn super blij, ze zijn nog steeds klant van ons, we zijn dat gaan doorontwikkelen. Ze nemen ook nog heel veel andere diensten af dan dat je daarnet in de urenregistratiesysteem zag. Want er zijn een aantal dingen, los van welke methodiek je ook inzet, of wat voor project het ook is. Er zijn gewoon dingen die we afgesproken hebben met elkaar, dat doen we altijd. Het verwachten van opdrachtgevers, maar het verwachten van ook de projectmanagers. En dus dat we de lijntjes kort houden. En het klinkt echt zo'n inkopper, maar we communiceren in een vast ritme. En dat vaste ritme vinden we echt cruciaal. Dus voor fietsersbond.nl communiceer ik elke dinsdag om 4 uur, doe ik een wekelijkse update. Ook al heb ik niks te zeggen, omdat ze anderhalve week niks heeft laten horen en ik wacht nog steeds op input. Dan communiceer ik weer dat ik nog steeds wacht op input en dat vraag ik ook gelijk van hey, ik heb niks van je gehoord, is er wat? Of zou je dat de volgende keer willen laten weten? Want nu zitten er 5 man op je te wachten. Dat doe ik iets liever. Dat ik zo, probeer ik dan wel positief in te steken. Maar dat vaste ritme en van altijd communiceren, ook al is er niks te communiceren, dat is voor mij echt ja, dat is zo simpel, maar dat werkt echt als een trein. Ik wil iets anders zeggen. Dus wat toch, ja, dat raakt eigenlijk ook dit punt. Ook al zijn we geïrriteerd, ook al lopen we even vast, ook al soms weten we het gewoon even niet. Dan zeggen we ja, ik ben niet heel technisch, maar we dachten iets. Nou, misschien moet ik het gewoon niet doen. We weten het gewoon even niet. En dan zeggen we daar wel bij wat we niet precies weten en waarom we het niet weten. Dat
team helpt mij dan om dat in Jip en Jannekedaal te vertalen. En dat super transparant te laten weten. Van ja, we doen ons best en we hopen vrijdag goed nieuws te hebben, maar we lopen gewoon even vast. Dan weet je dat. Dus in die wekelijkse update alles laten weten. En dat ook opleveren. Dus zoals ik net zei, ja, zorg dat je gelijk vanaf het begin een testomgeving hebt. Of dat je tools inzet om dingen te laten zien, prototypes te laten zien. Zodat ook na eerste creatieve sessie, waarin soms is dit nou nodig met die post-its plakken. Ja, zorg dat je na het einde van het plakken van die post-its ook daadwerkelijk iets oplevert. Van ja, kijk, dit hebben wij, dit waren voor ons, dit hebben we geleerd uit die sessie. En wij gaan nu die richting op. Wij zien nu, we hebben het zo gemapt, hier heb je het. Klopt dit, heb ik denk ik hetzelfde over en door. Dus ook designs en alles leveren op per week. Dus ook al is het nog helemaal niet af. Soms vinden collega's dat lastig, specialisten. Ik denk, oeh ja, nee, maar ik wil er nog iets langer over nadenken. Dus zeg ik, ja, maakt me niet uit. Ik ga het nu sturen. Zorgen we ook dat gewoon collega's continu kunnen blijven updaten. Maar dat ze in ieder geval gewoon transparant alles kunnen zien. Het is nooit helemaal perfect of af. Ik wil er even één vraagje bij. Hoe doe je dat dan bij bijvoorbeeld project design op? Ja. En je weet eigenlijk dat de versie die jouw collega niet helemaal af is. Dus je weet dat ze feedback kunnen leveren, terwijl ze de context niet hebben gezien. Hoe maak je daar dan voor? Oh ja, maar ik probeer wel de context wel altijd uitschrijven. Oké. Ja, dus de richting die het opgaat en de visie erachter en waarom en waar ze dus ook nog misschien niet van moeten schrikken. Dat probeer ik ook zo transparant uit te schrijven van oké, dit is een eerste sitemap, maar we willen nog wel wat kritisch naar de architectuur kijken, want we hebben dit nog niet helemaal op de grip, maar we zitten nu een beetje deze kant op. En dan probeer ik dat wel. En ook feedback op iets wat we dachten, ja, dit wisten we al, of ja, dat wilde ik morgen pas aanpassen. Ik denk, ja, nou, dan weten we het nu extra goed dat ze inderdaad ook die kant op willen. Dus feedback op iets wat je morgen gaat doen, vind ik ook prima. Maar als je specialist bent, is het soms wel een beetje pijnlijk. Dus, nou, choose your battles. Je kan alles over pijlers en kaders en balans hebben, maar ja, we zijn allemaal mensen. Soms heb je gewoon wat menselijke touch en liefde nodig om het project weer zeg maar voor te gaan. Dus ja, wees super strikt als manager, maar ja, af en toe kan je ook je menselijke gevoel laten spreken en gewoon denken, ja, volgens mij denken we allemaal beter dat we nu dit moeten doen. En ook met, wij evalueren intern zoveel mogelijk, maar ook met de opdrachtgever. Dus dat project van die urenregistratie die zoveel uit de uren is gelopen, dat hebben we ook met de opdrachtgever geëvalueerd. We hebben ook laten zien wat het ons gekost heeft, wat of wij hebben geïnvesteerd. Ook samen zijn we op zoek gegaan van hoe zijn we nou zo uit elkaar gegroeid in die periode, wat is daar misgegaan. En juist ook dat met de klanten bespreken, krijg je ook veel beter begrip van oké, maar zo zagen jullie dat. Oh, dan hadden wij veel eerder dat moeten zeggen. Of ja, het evalueren, ook al is het soms een beetje pijnlijk. Ja, gewoon doen. Zeker als projectmanager vind ik het super fijn. Ik vind het ook nooit leuk om te doen, maar wel belangrijk. Even je ego opzij zetten. Vrienden met de queue, we hebben nog maar een paar minuutjes. Dit was een globaal kijkje in ja, verschillende facetten van projectmanagement en waar je aan zou kunnen, welke knoppen je ter beschikking hebt en welke kaders je hebt om te managen. Samenvattend wil ik nog even bij stilstaan. Ja, die driehoek, dus die pilaren, probeer die gewoon van begin af eind tot het eind gewoon in balans te houden. Of daar in ieder geval met je team en je opdrachtgever over in gesprek te gaan. Dus wat is je scope, je budget en hoe lang mogen we erover doen? Zet agile projectmethodiek in of verkoop agile als het iets dat je complexe producten gaat neerzetten. En gebruik gewoon strakke fasering als je precies weet wat je moet gaan doen. Communiceer altijd op vaste momenten en super transparant. En lever kwaliteit. Dat was hem. Dank jullie wel.